Oscar November 6 Hotel Zulu, je bent 5-9 in Foxtrot Radio. Papa, thank you on Florida, Ontario, America, is that a Roger? Sierra, Sierra Alpha of Charlie, Charlie Alpha. 5-9 Foxtrot Radio, Roger. Roger, Roger, 5-9, 0-29, 2-9. Thank you, good luck. Nou, we zijn met een wedstrijd bezig, en dat is een wedstrijd voor Radio Cent Amateurs. En nou, het duurt het hele weekend. En we zitten hier in Aldeboorn, in een oude boerderij, in een oude plaats. En met een grote groep centamateurs, voornamelijk allemaal Friezen. En we hebben afgelopen week hier allemaal antennes neergezet. En we proberen nu allemaal verbindingen te maken met de rest van de wereld. Papa Echo 3 Victor, contest. De nummer 59 Foxtrot Radio, Foxtrot Radio, QSL. Thank you from Spain, good luck. En maar welke landen heb je wel contact gehad? Lucien, het is wat je stuurt in Spanje. Dat is dichtbij, per Oostblokland, Roemenië, Servië en Slovenië. Maar ik zie rikkels hier uit Australië, wij, uit Amerika, Canada en enkel uit Curaçao en Brazilië. Dus de hele wereld is al actief en op zich naar huis. Maar Nederland staat centraal. Dus die buitenlanders die moeten zoveel mogelijk provincies of centamateurs in Nederland werken. En dus vanuit Nederland, dus de hele wereld die luistert op dit moment eigenlijk naar Nederlandse centamateurs. Die zoeken op die banden naar Nederlanders. Zoals wij naar de buitenlanders eigenlijk zoeken. Maar Nederland staat nu centraal. En zo zijn er ook wel wedstrijden waar bijvoorbeeld de Braziliaan centraal staan. En nou ja, dus dat is eigenlijk, nou moeten we erbij wezen. Dit is voor Nederland dé wedstrijd van het jaar. Het is een hobby, een beetje een aparte hobby. Hè. We zijn alleen maar begonnen natuurlijk met zandbakjes. Nou, en dit is alweer iets professioneler. Hè. Je groeit wat terug in de hobby, dus je schaffen wat aan. En ja, zo zie je dat er staan maar een heel groot station weer. Radio Alpha 4, Delta Radio 59, Foxtrot Radio. Thank you for 007, Papa Echo 3 Victor, contest. Nou, en in heel Nederland doen er een, nou, ik denk 1000 mensen naar met. En, of centamateurs. En een aantal groepen. Nou, wij zijn een van die groepen in Friesland die meedoen. En als een beetje meezit, dan komen we weer bij de top 3 van Nederland. Althans, dat hadden we vorig jaar. Hè? Dus daar gaan we weer voor. Ik ben bezig verbindingen te maken in morstelegrafie. Ik hoor geen piepjes, hoor ik. Ik hoor gewoon complete letters, hoor ik. Dus laten we zeggen een A, hè, dat is een punt en een streep. Ik hoor niet eerst een punt en een streep, want dan moet nadenken punt, streep, A. Nee, ik hoor gewoon een A. En laten we zeggen, bepaalde combinaties die hoor je gewoon in één keer. Dat. Zeg ik daar? Nee, want als je gewoon praat met elkaar, dan ga je ook de letters van een woord ga je niet nabedenken. En voor mij is CW is wat dat betreft gewoon een soort tweede, derde, vierde taal geworden. En ik hoor geen punten en strepen, ik hoor letters. En hij is wel eens peteren, maar hier echt? Of? Nou, ik ben meer gesprekjes van 1, 2, 3 seconden. Normaal, door de week dan praat je ons wat langer met Ian. Dan heb je even hoe het waar en wat voor center had. Dus had een grote antenne, leads antenne. Maar in zijn wedstrijd heeft er eigenlijk net zoveel tijd voor. Dan is er meer verbinding om uit je en dan hup naar de volgende. En dan keer dat jou en hoor een terug. En dat is het stukje wedstrijd erin. Het is een beetje de sport om zo volle mogelijk verbinding te maken. In een kwartetiert en zo veel mogelijk. Dus net 1 miljoen ding, maar gewoon terugvegen? Nee, net 1 miljoen, gewoon terugvegen. Nou, we zijn oorlogen bezig en er zitten haast op 400 verbindingen. Dus dat zijn aardig wat verbindingen per minuut. Nou, je hoort om 1 uur weer begonnen. En die gaat tot morgen om 1 uur stopt het. 24 uur. Dus 24 uur maakt het spul nou, bij mensen worden. Dus we hebben een rooster opgesteld wanneer iedereen, want dat houdt ook die 10 vol natuurlijk. Dus een paar uurtjes op en een paar uurtjes af. En er zitten altijd een paar verbindingen tussen waarvan je zegt van ja, dat is wel leuk, hè? Dat doe ik het nou voor. Dingen die je niet verwacht. Zoals? Berend die nu wel meedeed, die was vorig jaar was die met een schip onderweg vanuit Korea naar Nederland.
hebben geen verbinding mee gemaakt, maar hij heeft ons wel gehoord. Het had heel leuk geweest dat we een verbinding mee gemaakt hadden. Nederlanders die geëmigreerd zijn uit het buitenland, die dan toch even nog wat Nederlands kunnen praten. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Zijn. Roger, Roger, Kilo One, Papa Lima Lima, 59 Fox Radio. Thank you for 5978. Ja, dan moet, even, moet de computer even uit. Dus, Ai! Het kost een kostbare tijd. Ja, dit is wel een beetje jammer dat het inderdaad dat er nou net even wat kapot gaat. Nou, kostbare tijd, kostbare tijd. Er gaat eigenlijk altijd wel wat mis. En een deel is natuurlijk ook dat je daarmee om kan gaan. En weer snel dan de boel weer aan de praat hebt. Dus we hebben overal wel reservespullen liggen. En nou ja, dit kost dan 2 minuten. En dan gaan we verder. Hoe is het mogelijk dat je maar die Litse antennetjeboel in Australië bereiken kennen? Dan moet je zien dat al die luchtlagen die wij hier boven de aarde hebben, hè, dat, in die troposfeer, in die ionosfeer, die weerkaatsen die radiogolven. Dus hè, als het ware over de horizon gaat die studiestraal rechtdoor gaan het heelal in. Maar hij wordt daardoor een laag waar die afkaatst en dan komt hij weer op de aarde terecht. Dat heeft te maken met de zon, dat heeft te maken met laten we zeggen, de hoge druk en lage drukgebieden, zomer, wintertijd en dat soort zaken. Dus van die reflecties moest het hebben. En dan stuit het die, dan bounce die als het ware om de aarde heen. En dan komt die bij wijze van spreken in Japan uit. En dat is het, ja, dat is in wezen het natuurkundige. Dat is het leuke wat erachter zit, om daar gebruik van te maken. Sliep je meer, Rick, trouwens? Ja. Ja, een beetje rusten, maar slapen dat lukt niet altijd. Nee, er is altijd rumoer hier, dus, maar we slapen hier wel, ja. Ja. Voor zover het gaat. Ja, één bedje in en het andere bedje weer uit ongeveer. Ja. Het bed is altijd warm. Ja, eigenlijk wel, ja. Hot bunking. Nee, biertje erbij lukt altijd wel. Een paar uur spitten. Ja. Dus het is een beetje mooie jongensclub op stap. Nou, zo is het eigenlijk wel een beetje, hè? Ja. Dus moet het thuis uit te leggen. Ja, toen snappen ze het net? Ja. Nou ja, snappen ze wel. Ja, nee. Nee.